President Chandrika Prasad Santokhi is vandaag naar Guyana vertrokken om de inauguratie van de nieuwe Guyanese president Mohamed Irfan Ali bij te wonen. Dit is de eerste officiële buitenlandse reis van het staatshoofd. Mohamed Irfan Ali is op zondag 2 augustus officieel uitgeroepen tot de nieuwe president van Guyana. Dit gebeurde 5 maanden na de verkiezingen in het buurland. Ali wordt de 9e president van Guyana. Het wordt voor president Santokhi een 2-daags bezoek aan het Westerbuurland. Hij zal van de gelegenheid gebruik maken om ontmoetingen te hebben met vertegenwoordigers van het gastland en andere uitgenodigde naties. Op zondag 9 augustus 2020 zal de Surinaamse presidentiële delegatie een ontmoeting hebben met de staf van de Surinaamse ambassade in Guyana. Van daaruit wordt de terugreis naar Suriname ingezet.